de brug begraven in de N324 is wegens werkzaamheden afgesloten van 27 juli tot en met 16 augustus. Dit is korter dan aanvankelijk gepland was. Door de werkzaamheden is de brug afgesloten voor autoverkeer, maar er blijft wel een strook over voor speciale groepen, zoals de fietsers, voetgangers, brommobielen, hulpdiensten, openbaar vervoer en landbouwverkeer. Verkeer wordt omgeleid via de N324, de N277 en de A50. De omleidingsroute ter plaatse is met gele borden aangegeven. In eerste instantie zou de brug dicht zijn van 27 juli tot en met 6 september. Er moeten helaas meer werkzaamheden worden verricht aan de brug dan aanvankelijk werd verwacht. Het lukt niet om deze werkzaamheden allemaal in de 6 weken sluiting uit te voeren. Dus om deze reden is er besloten dat de brug voor een kortere tijd wordt gesloten. Het is dus mogelijk dat de brug over een aantal jaar voor langere tijd dicht zal gaan.